Oké, voordat ik deze video begin, wil ik even zeggen, 24 maart is de grote Boekeniers-zoekdag. Deze zoekdag wordt gehouden in Dirksland en dat is in de omgeving van Zeeland. Deze wordt georganiseerd door Richard en van Richard mag ik één kaartje weggeven. Dus hoe kan je winnen? Laat in de reacties weten waarom je zo graag dat kaartje voor de zoekdag wil winnen en dan maak je kans om te winnen. Win je niet, dan kan je je kaartje gewoon bestellen. Ik zal hem even linken in de beschrijving. En dan hoop ik jou te zien op de Boekeniers-zoekdag in Dirksland. Leuk dat je kijkt naar een... Oh, sorry, jullie staan een beetje donker. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we weer met de metaaldetector op pad. Vandaag gaan we zoeken met de... Root Asian schep van Kooistra Detectors. En verder gaan we zoeken met de XP-deus. Nee. En met de Garrett AT Pro. En een schep zonder... En een schep zonder... Blad. Zonder blad. Voordat ik er een hele promotie van maak, gaan we er natuurlijk eerst mee zoeken. Dus dat gaan jullie vandaag zien. Ja. Oh. Mijn schep die bliebelt. Hey, zie je dat? Ja. Ja, maar mijn schep is er ook voor. Echt? Ja. Oh. Kijk je. We gaan nog één spin. Oh man! Mooi man! Ja, dit is hem! Okay. Shit! Oké, we gaan naar de volgende. Wat is dit voor schep? De Root Asian. Floris neemt het even over, want het is een beetje een lastige. Uit gespje. Zie je weer een goed signaal? Dus ik heb wel even gegraven. En we hebben een gespje volgens mij. Ik weet niet of het oud is. Het ziet er wel redelijk oud uit trouwens. We zijn op een nieuwe locatie. En ja, daar is het allemaal echt heel drassig. Ik heb hier iets gevonden. En we hebben weer een munt. Misschien krijg ik hem met de potloden. Schoonmaakpotloden wat beter schoon. Zoals je ziet is deze munt een stuk leesbaarder geworden. Eerst kon je alleen nog maar DIA zien. En nu zie je volledig Zeelandia staan, 1794. En we hebben weer een zegelleutje. Wauw, 18, 15 misschien, ik weet niet zeker. Ja, even kijken. Daar heb ik ook een signaal. Die heeft geen schep, dus die is net afgebroken. Zo. We zijn hier getuige van een aanslag in Nederland. Slachtoffer zijn 27 onschuldige schaapjes. Ongelooflijk. Het is weer klein. Ja. Maar eerlijk, wat vind je echt van de schep? Ja, dit gaat echt geweldig. Hier, moet kijken. Maar je zit wel. Ja, maar je zit in één keer diep. Ja. Maar voor de vons heb je er redelijk snel uit. Maar ik denk dat het voor bos nog beter is. Hey, volgens mij. Ik kijk wel, jongen.
Eerste musketkogel. Wauw. Bijzonder, man. Heb je een schep nodig? Ja, dat lijkt me handig. Ja, dat lijkt me ook handig. Ik heb namelijk vandaag de schep zonder blad. Ja. De man met zonder schepblad. De man met zonder schepblad. Ja, de man met zonder schepblad, hè. De eerste spit, hè. Weg. Blad. Ja. Echt, hè. En wat heb jij? Een musketkogel. Oké. Okay. Nou. Succes. En we hebben 2 euro. Kan je gewoon een patatje verkopen, jongen. Alleen bij de McDonald's, maar toch. En ik loop trouwens... Oh, sorry. Ik loop trouwens op het programma Diep. Met de 4.0, want die heb ik er pas opgezet. Dus, en hij bevalt me wel. Hij gaat echt diep. Echt een heel stuk dieper dan de 3.2, heb ik het gevoel. Ik weet niet of het echt zo is. Oké, Hilly de huisarts heeft een... Een kogelpunt. Dat is 1 punt voor mij. En hier is hij weer, de detectiedokter. En vandaag hebben wij weer een gat. Ik steek hem daar helemaal in. Maar daar zit hij niet. We got it somewhere here. Oh, hey, wat zien wij? Een coin. Is dit een coinball? Kijk. Echt een goede kwaliteit nog. Aan de schep gedacht zeggen, maar jullie jongen. Alleen. Bye. Dat klopt niet. Bye. Jammer. En nu gaan we huilen. Nee, we gaan helemaal niet huilen. Oh, wat gaan we doen? We hebben een fantastische reden om hier te kopen, zou ik zeggen. Oh ja. Dat is inderdaad wel een goede reden. Nou heb ik gehoord dat als zoiets gebeurt tijdens een zoekdag. Zeg maar met Floris, dan krijg je bij... Bij Nico Hulleman. Bij Nico Hulleman krijg je dan uithuilpunten. Die je kan inwisselen voor korting. Oh ja, dat is wel chill.